Nou, welkom. We zijn in gesprek met Nelle Boer, Nederlandse kunstenaar die eigenlijk met alter ego's werkt en daar zijn visitekaartje van heeft gemaakt. Ja. Als ik het goed begrijp. Ja, zeker. Kun je mij vertellen waar dat vandaan komt? Want je was volgens mij op de academie met andere dingen bezig. Ja, ik denk wel. Ik ben eigenlijk in het laatste jaar van de kunstacademie, dus het vierde jaar, examenjaar, ben ik eigenlijk begonnen met ideeën over verhalen. Ik had toen een verhaal bedacht rond een bom, maar dan een levende bom die je als huisdier kon houden. En wat voor ieder huishouden een bom. En dat zou dan als resultaat hebben dat niemand meer een bom gebruikt, want die ander heeft ook een bom, dus dan ben je zelf de pineut, zeg maar. Maar toen was ik een beetje dat ik net het oké gekregen van dat ik mocht afstuderen met bepaald werk. En toen dacht ik, ja, ik kan het nu alsnog gaan omgooien. Maar dat vond ik een beetje te riskant. En dat was misschien achteraf niet zo slim, want toen studeerde ik toch af met werk wat ik nu eigenlijk helemaal niet meer zou doen. Maar goed, aan de andere kant was het ook wel weer, ben ik dat daarna alsnog gaan doen. En dat had ook wel te maken met dat ik merkte met kunstgeschiedenis dat het vooral zo was dat het lijkt wel alsof dat de enige wetenschap is waarbij je gewoon vrijuit kan fantaseren en dat de feiten eigenlijk niet zo belangrijk lijken of zo. En dat in de kunstgeschiedenis of in de kunst? Ja, de kunstgeschiedenis eigenlijk meer. Mm. Wat er over kunstenaars wordt verteld, over het verleden, uit het verleden en zo. Hun levensverhaal, al hun, daar worden vaak van allerlei conclusies aan verbonden. Die, nou ja, goed, waarvan ik me dan altijd afvroeg van, ja, hoe weet je dat nou eigenlijk? Wat er precies in het hoofd van Van Gogh omging of zo. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel brieven geschreven of zo, daar kun je de dingen uit herleiden. Maar toen vond ik dat wel in die zin interessant. Ik dacht, dat kan ik ook omdraaien. En ik kan ook kunstenaars en kunstcollectieven enzovoort gaan verzinnen. En die precies volgens de maatstaven van die kunstgeschiedenis en hoe dat beschreven wordt, presenteren. En dan zullen mensen dat waarschijnlijk wel gaan geloven ook nog. En dat lukte dus ook wel. Dus ik heb eerst een kunstenaar bedacht die veel eerder dan David Hockney weer realistisch ging schilderen in de jaren 50 en zo. Dat wordt echt helemaal aan hem toegeschreven dat hij daar een van de eerste in was. Natuurlijk ook het zo bedacht en met foto's en al een verhaal enzovoort allemaal bedacht. Waaruit bleek dan dat Hockney hem had ontmoet. En daarna pas weer realistisch is ging schilderen. Dus dat hij het eigenlijk gejat had van mijn bedachte kunstenaar. Nou ja, en toen expositie daaromheen in Amersfoort en zo. En daar, dat slikte men. En ik had daar dus ook foto's van mezelf, maar dan met een nep snor en zo. En dat was dan de verbeelding van die kunstenaar. En dat, mensen zagen die foto ook op de expositie. En ze zagen mij ook. Maar geen enkele, geen enkele link leggen dus tussen mij en die foto. Terwijl ik dan toch best herkenbaar was. Ja. Ik denk dat ik kom een meerdere vragen op. Eerst even terug naar die bom. Want ik vind het interessant dat je dat als oplossing vond dat iedereen een bom moet hebben. Want het is natuurlijk een grote discussie dat onbetrouwbare landen zogenaamd, dat die geen bommen hebben. Ja. Het is niet eens een discussie, het is gewoon een soort van een machtsoorlog, zeg maar, strijd. Een machtsstrijd tussen landen zoals Amerika en China en Iran. Noord-Korea, Iran, Rusland nu. Ja. Maar jij ziet dus dat de oplossing dat iedereen een bom heeft. Ja, en ik heb dat inderdaad. Ik heb dat project dus een paar jaar later alsnog weer opgepakt. En toen een wetenschapper bedacht die daar ook allerlei theorieën over had. En
ja, die had een bepaalde theorie, waar ik natuurlijk nu net niet op kom. Ja, dat je inderdaad, hoe meer bommen, hoe meer vrees er dan bestaat dat de ander een bom gaat gebruiken. Mm. Maar al ja, als iedereen er een heeft, ja, dan past iedereen wel nog meer op om er een te gaan gebruiken. Ja. Ja, en ik bedenk dan zelfs wetenschap, andere wetenschappers weer, die dat dan weer gaan wegzetten als onzin. Maar ik vind het wel interessant dat je het hebt over inderdaad bewegingen beginnen in de kunst. En ik vind, ja, volgens mij is dat ook de enige manier om te overleven als kunstenaar in de kunstgeschiedenis. Is als je hoort bij een beweging dat iets nieuws heeft gebracht. Ja. Maar waarom ga je niet een collectief beginnen met andere kunstenaars, zeg maar, die echt bestaan, om daar samen iets neer te zetten, maar ga je helemaal in jezelf, zeg maar, dat zoeken? Ja, ik weet wel dat de keren dat ik dat probeer, samenwerken met andere kunstenaars, gaat dat eigenlijk altijd mis. Dus ik heb een project gestart over Noord-Koreaanse kunstenaars, die ik samen met een aantal andere kunstenaars, die ik daarvoor uitnodigde om dat te gaan verzinnen. Iedereen kreeg dan een Noord-Koreaanse naam en maakte dan werk die zou maken als die een Noord-Koreaanse kritische kunstenaar was geweest. Maar ja, dat is gestrand, omdat ik wilde dat heel democratisch aanpakken en dat iedereen zijn volledig autonoom kon blijven binnen dat groepje. Nou ja, joh, en juist daarop ging dat eigenlijk helemaal mis. Omdat we eigenlijk nergens over eens werden met elkaar. Omdat iedereen veel te veel zijn eigen idee wilde houden. En ja, dat lukte dus gewoon niet. En ja, weet het. Dus ik heb toen zelfs nagedacht over of democratie wel altijd een goede oplossing is. Ja, maar ik zit daar dan een soort van na te denken erover. En ik denk, is dat probleem dan misschien dat je dat te veel zelf probeerde te richten en zelf bedenken? Terwijl het bestaat natuurlijk in de geschiedenis dat er mensen waren die iets hebben bedacht, zoals de fluxus of situationalisme, dat er denkers waren van, die kwamen met iets idee, maar of dat je misschien niet genoeg een milieu had van bepaalde kunstenaars die op jouw golflengte zitten, zeg maar, dat je met elkaar zo langs elkaar dingen kan doen. Ja, nou, ik denk wel dat ik dat inderdaad enerzijds oprecht mis. Dat, eerlijk gezegd, dat echt vasthouden aan autonomie, dat de kunstenaars die ik ken uit van de kunstacademie nog, die dat heel sterk hadden toen, dat ik zelfs die dat daar wel dingen zie inleveren en tot een compromis komen. Mm. En dat degenen die echt daar die hard aan vasthouden, nou, dat ik daar niet zoveel van zie meer. Maar dat is enerzijds dat, en anderzijds heb ik toch ook wel altijd de behoefte gehad om mezelf echt te onderscheiden van anderen. Dus juist niet mainstream te zijn, op wat voor manier dan ook. En toch ook volledig vrij te zijn in wat ik zelf allemaal wil doen en zeggen en zo. Ja, en ik denk dat je bijna, zelfs in een kunstbeweging, er bijna niet aan ontkomt op een zeker level toch wel een compromis te sluiten. En iets van jezelf in te leveren. Ja. En er komt misschien trouwens nog bij, als ik dat kan zeggen, dat ik dus ook, dat het heel veel impact heeft op mij dat ik ook in een heel streng christelijk milieu ben opgegroeid, waarbij je dat groepsdenken had, ook vijanddenken en dat wij-zij-idee. En dat ik per definitie niet, dat ik me daar ongemakkelijk in voel. En dat al heel snel het idee heb dat ik iets moet inleveren van mezelf. Dus daar zit ook echt wel iets van mij, wat misschien ook niet altijd helemaal klopt of zo, maar Ja, we kunnen gelijk springen naar je kerk van Nelius, want je hebt zelf een kerk opgericht. Ja. Ja,
Ja. Waarom een kerk? Ja, bijna voor de hand liggend. Je komt zelf uit een kerkgemeenschap. Ja. Maar waarom was je daar toch nog teruggekomen? En waarom komt het nu helemaal, draait het om jou, zeg maar? Ja, ik denk wel, ja, weet je, ik denk dat dat mij enorm gevormd heeft. Ook de, ja, kijk, ik ben natuurlijk toen ik 2 weken oud was of zo, ben ik gedoopt. En ik ben gewoon volledig opgegroeid in ook een hele beschermde gemeenschap met... eigenlijk geen contacten met mensen buiten die gemeenschap. En dat, hoe heet het, dat heeft sowieso heel veel impact gehad op mijn leven en nog steeds. En dat irriteert me trouwens ook eigenlijk dat nog zoveel impact heeft. Maar ik heb wel gedacht van hoe kan ik dat dan toch gebruiken of naar mijn hand zetten. En toen dacht ik, nou dan begin ik inderdaad mijn eigen kerk, waar ik de lijn uitzet en waar het uiteindelijk allemaal draait om macht en ik degene ben die de macht heeft. Ja, en dat, dat is, hoe heet het ook, het is ook wel raakvlakken met sectes, zeg maar, en het is meer een secteleider dan een kerkleider die ik heb gedaan. Ja, maar sectes gaan ook over invloed hebben op andere mensen. Ja. En jij bent eigenlijk met jezelf bezig. Dus jij bent de leider en je belt ook al de volgelingen. Ja. En iedereen die bij betrokken is, ben je ook zelf. Dus eigenlijk bescherm je de wereld voor jouw gedachtengang. Omdat je toch allemaal blijft bij jezelf. Ja. Mensen mogen ernaar kijken, maar jij bent degene die alle touwtjes in houdt. Ja, op zich. Kijk, officieel mag. Kan men lid worden, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Dat mensen die behoefte hadden. Nee, ja, dat is wel inderdaad interessant. Hoe zou je ermee omgaan als je, zeg maar, echt leden kreeg? Ja, ik denk mensen dat begon aan te trekken. Nou, dat zou ik dan toch een beetje daar terughoudend in zijn, inderdaad. Omdat ik denk van het gaat inderdaad over beïnvloeding en in iemands hoofd. Ja, op zich is dat trouwens wel een rode draad in mijn kunst steeds. Mensen beïnvloeden en laten geloven in iets wat niet bestaat. Dus dat wel, maar dan altijd nog wel met een zekere luchtigheid of zo. En dit gaat, bij die kerk van Nellius draait het wel om echt, hoe heet het, ook een apocalyptisch denkbeeld. Dat deze wereld vergaat door klimaatopwarming. Dus dat we zo snel ook naar een andere planeet moeten vertrekken. Dus er zit ook angst bij en zo. En daarvan heb ik dan inderdaad zoiets van, ja, het moet toch nog wel duidelijk blijven dat het kunst is en dat het fictie is. Ja. Ja. En, ik speel weer terug, een stapje terug naar je academietijd en autonomie. Jij had ook bijvoorbeeld een keer je diploma verkocht op Marktplaats. Ja. Dat vond ik zelf interessant. Dat was eigenlijk de reden wat mij interesseerde in jou als kunstenaar. Toen ik dat zag. Want ik kwam je ergens tegen, denk ik, op sociale media of iets over jou of zo. Toen ging ik kijken van wie is dat eigenlijk. En toen kwam ik dat tegen. En dat vond ik heel tof eigenlijk, omdat... Ja, omdat er blijkbaar iets is in jou wat jou teweeg heeft gebracht om dat beschikbaar te stellen, om die diploma te koop te zetten. Ja. En ik vind dat daar waarschijnlijk heel veel achter zit, maar ook gewoon dat je Marktplaats als platform neemt. Ja. Dus kun je mij daar meer over vertellen? Ja, ik weet wel dat het is begonnen met die introductie van het cultureel ondernemerschap op de Kunstacademie. Dus dat was het hele idee van als kunstenaar om te overleven moet je ondernemer worden. Mm-hmm. En wat daar dan automatisch natuurlijk aan verbonden is dat je, je gaat dan je richten op het publiek en wat de wensen zijn van het publiek. En daar ga je dan je kunstenaar maken. Dat is natuurlijk ook de kern van ondernemerschap. En toen dacht ik van dat is... Wat mij altijd juist is afgeleerd, dat mochten we juist niet doen toen ik dus die studie autonome beeldende kunst deed. En ik zag dat dus geïntroduceerd worden op mijn oude kunstacademie, Artes dan. Dat heette toen ik erop kwam nog CABK.
maar dat werd uiteindelijk artes. Dus, nou ja, joh, en ik vond dat zo pijnlijk ook trouwens, dat ik dacht, ik moet toch een beetje een statement maken en ja, laten zien eigenlijk dat mijn diploma niks meer waard is. Omdat dat autonome dus verdwijnt. Dus ja, wat heb ik nog eigenlijk aan mijn eigen diploma? Dus ja, zo is dat inderdaad gestart dan. Ja. En waarom Marktplaats? Ja, omdat dat... En niet eBay of... Ja, ik denk dat ik daar... Ja, dat was... Of je eigen website natuurlijk. Je had het op veel verschillende manieren. Ik had het ook via een galerie kunnen verkopen. Ja. Maar ja, je was gegaan naar Marktplaats. Ja, dus wat is de reden? Ja, ik dacht dat is het ultieme laagdrempelige commerciële platform. Mm-hmm. En ik wist ook wel dat ik dacht van... Nou, dat zullen de oude autonome kunstenaars ook... absoluut niet waarderen als ik dat doe. En dat was ook echt bedoeld om te prikkelen, zeg maar, en een beetje discussie los te maken van vinden we nou eigenlijk wel dat een goed idee, dat ondernemerschap en zo. En ja, het is ook nog wel weer gebleken dat uit studies trouwens ook wel, dat niet werkt in de praktijk om en autonoom te blijven en ondernemer. Dus, en dat veel kunstenaars daar erg in vastliepen en zo. En uiteindelijk is het zelfs zo dat ondernemerschap, dat valt onder ZZP'erschap of zo. En toen corona voorbij kwam en er allerlei regelingen werden getroffen voor ZZP'ers, waren de cultureel ondernemers eigenlijk de enigen die buiten die regeling vielen. Dus het is ook nog eens zo dat dat natuurlijk dan een idee is van de overheid voor kunstenaars. Kunstenaars gaan dat dan vervolgens doen, maar halen daar dan alsnog geen voordeel uit. Ja, maar wat vond je ervan van dat hele marktplaats, ja, traject? Is je diploma uiteindelijk verkocht en had je niet zoiets van, goh, wat kan ik er nog meer mee met marktplaats als... kunstmedium, zeg maar. Ja, daar heb ik verder eerlijk gezegd niet zoveel over nagedacht, inderdaad. Nee, dat is dan ook wel weer, ik denk dan ook wel vaak al in afrondingen. Dus ik rond het daarna ook weer af en ga dan toch weer nieuwe dingen doen of zo. Maar ja, ik weet wel dat ik toen ik op de kunstacademie zat al dingen verkocht. En dat absoluut not done was. En ook door docenten... Daar op Marktplaats? Ja. Nou, sorry, niet op Marktplaats, maar gewoon via... ik deed al tentoonstellingen en verkocht dan wel eens wat. Maar ja, ik werd echt aangesproken door docenten en medestudenten dat absoluut not done was. En dat het helemaal niet moest gaan over geld en zo. En dat vond ik toen ook wel weer overdreven. Dat is weer een andere uiterste, maar... Ik vind het namelijk wel een heel interessant medium. Ik heb er zelf ook dingen gedaan en ook anderen gezien die daarmee iets hadden gedaan. En bij mij, toen ik dat ter sprake heb gebracht bij een kunstcoach, die er niet meer is, maar Angel Coaching. Ja. Volgens mij Marca van den Broek heet zij. Zij is recent aan kanker overleden. Maar toen ik het bij haar ter sprake bracht, vond zij het absoluut not done om als kunstenaar iets met Marktplaats te doen. Omdat, en ik ze heeft mij niet eens uitgelegd waarom, maar gewoon, dat moest je niet, dat was een no-go, zeg maar. Alsof zij dan wist hoe het wel moet. Ja, ja. Maar ik vind zelf de Marktplaats gewoon inderdaad dus laagdrempelig, en waarom niet? En je kan ook dus een kunst maken van het hele ondernemerschapsspel. Ja. Ik kan me herinneren, een kunstenaar die had ooit zei dat kunst een linkse hobby is. Had een club kunstenaars die ik ken bijvoorbeeld de sticker linkse hobby opgemaakt en geprint en overal opgeplakt en daar foto's van gemaakt, zeg maar, als een soort actie. Maar hij was ook een kunstenaar, ik weet niet meer wie dat is, maar hij had een soort van merchandise winkeltje. Ja, dat is Dominique. Dat was toch hij. Ik dacht al dat hij was Dominique, dat was. Ja. Maar dat had ik toen ook gezien. En ik vind dat
op zich wel grappig dat je toch met... je kan als kunstenaar, vind ik, toch met elk medium spelen. Ongeacht of het marktplaats is of merchandise. Ja. Ja, dat is... Als je daar als kunstenaar mee gaat spelen. Dus wat er van ons verwacht wordt, is dat we als ondernemer worden. Maar dat is inderdaad, wat heeft dat met kunst te maken? Ja, nou inderdaad. Ik denk dat dat is dan ook weer autonomie. Dat je dan ook, inderdaad wat je zegt, dat naar je eigen hand mag zetten. En daarmee mag doen wat je wil. Dus ook marktplaats en zo. Ja, ik zie daar dus inderdaad geen probleem mee. Ja, ik denk dat we dan toch... Ja, maar dat is dus dat dubbele verhaal. Je moet ondernemer worden, maar je mag niet commercieel worden. Terwijl dat hetzelfde... Ja, hoe moet je nou... Maar is dat vanuit de overheid zo? Dat je ondernemer moet worden, niet nou, mag? Je moet ondernemer worden, maar met het idee dat je commercieel wordt, toch? Of niet? Nou, dat je... Ja, dat is denk ik dus de... hoe heet het? Waarin dat zichzelf tegenspreekt, waarom het ook niet goed werkt. Omdat je dus inderdaad dan als beeldend kunstenaar de bedoeling is dat je jezelf in leven houdt met kunst. Maar dat mag dan ook weer niet commercieel zijn. Dus maar dat, van wie mag ja, het dat niet commercieel dat is dan zijn? Denk ik de onderliggende... Dat is toch nog een beetje dat sprankje autonomie wat men daar, waar men nog een beetje aan wil vasthouden. Maar dat bijt elkaar dus ook, dat gaat gewoon niet samen. Dus ja, ik denk dat, maar dat het dus ook daarom gewoon blijkt dat het niet werkt. Ja, hoe heet ze ook alweer die, er is dus een Recto Verso, ken je misschien, dat is een Belgisch tijdschrift over kunst ook, die heeft dat, daar zijn ook studies in verschenen hoe kunstenaars dus volledig vastlopen met dat cultureel ondernemerschap. En die autonomie en die eigenheid nog behouden. Dat gaat gewoon niet samen bijna. Maar we hebben natuurlijk ook kunstenaars als Damien Hirst en Jeff Koons. En ik vind zelf dat ze eigenlijk niet meer met kunst bezig zijn, maar met decoratie, zeg maar. Ja. Om mooie dingen die veel geld opleveren. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel klopt. Ja, dat... Misschien is Koens nog weer net iets creatiever dan Damien Hirst, vind ik. Ik bedoel, ja, die duizenden werken met stipjes van Damien Hirst. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet precies wat zijn eigen gedachte erachter is, maar ik vind het nou niet dat je als kijker nog veel daar mee kan. Ja, het zijn stipjes. Ja, maar ik vind wel zijn een soort van marketingstrategie van zichzelf vind ik wel geniaal hoe die dingen aanpakt om de aandacht en commerciële interesse te krijgen. Ja. Dat is op zich wel interessant. En hij is volgens mij een van de eerste mensen die daar met dat ondernemerschap, als we daarover hebben, zoiets naar zich toe heeft getrokken als kunstenaar. Ja. Maar ik vraag me af wat je nog meer mee kan doen. Ja. Maar ja. Ja, dan heb ik het meer over mezelf. Ja. Ik stuur jouw interview, sorry. Ja, ik denk wel dat het inderdaad... Ja, dat is toch niet altijd handig gebleken bij mezelf, dat ik geld vaak zo oninteressant vind. Ik heb het ook altijd wel gescheiden gehouden dat ik werk buiten de kunst. Ja. Zoals het dan een beetje reguliere banen. Dat ik daar mijn inkomen mee verdien en dat ik daardoor in die kunst volledig vrij ben. Klopt. En dat vind ik ook heel goed aan jou, is dat je bent gewoon zelfstandig. Ja. Je bent niet afhankelijk van subsidies of curatoren of mensen. En daardoor heb je ook bepaalde vrijheid, ook op sociale media, waar we het ook al eerder over hadden, mensen daar weer op afknappen in de kunstwereld. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, omdat jij onafhankelijk bent, dus jij kan verder. Ja. Maar aan de andere kant vind je dat ook een beetje jammer. Dat, dat is natuurlijk wel zo. Ja, zo denk ik er toch wel over. Ik ben laatst... ik ben ook wel veel bezig met het begrip artistieke vrijheid en zo in Nederland.
En dan denk ik van, ja, je hebt in Nederland wel de vrijheid om te maken wat je wil maken. Maar als er vervolgens geen enkel podium is dat het aandurft om dat te laten zien, kun je een beetje afvragen hoeveel die artistieke vrijheid er dan eigenlijk is. En ja, eigenlijk is, niet. Nou ja, wij, ja, wel veel minder dan men denk ik ook denkt. Ik denk dat, dat het beeld van kunst nog steeds vaak is dat het een en al vrijheid is, van buitenaf dan. Terwijl dat echt enorm tegenvalt. En dat is natuurlijk wel zo wat in mijn geval, ja, toch wel een beetje een nadeel is. Dat ik dat ze helemaal zelf moet organiseren, dat podium. En dat doe ik dan via website, mijn websites en sociale media en zo. En ook wel schrijven over kunst, ook wel in bijvoorbeeld Parool of andere ja, toch online podia. Maar dat betekent dus inderdaad wel dat ik de kunstwereld, dat ik daar weinig ingang vind inderdaad. En ik denk wel dat het inderdaad komt omdat ik trouwens ook wel kritische dingen zeg meer over de kunstwereld. Dat is ook, ja, wordt ook niet door iedereen gewaardeerd. Dus ja, ja. Maar goed, zo, het is bij mij altijd wat het allerbelangrijkste is, is dat ik mezelf kan blijven aankijken in de spiegel, zeg maar. Mm-hmm. En dat ik nooit hoef te denken van, oh, ik heb om de lieve vrede te bewaren iets maar niet gezegd of zo. Of, dus nooit, ik ben dan wel vrij hard, misschien echt nul compromis sluiten. En dat is voor mij ook een beetje de enige weg om, ja, om meer met mijn eigen geweten in het mm-hmm. reine te blijven. Ja. En je bent zelf begonnen te praten over je, ja, publicaties, of dat je publiceert. En volgens mij is dat een beetje begonnen na dat Eva Braun schilderij. Ja. Kun je mij vertellen hoe dat is, hoe je daar bent ingerold? Ja, dat in dat opinieschrijven en zo. Ja, nou, dat deed ik trouwens daarvoor ook al wel, maar dan niet per se over kunst. Ik schreef toen nog op de Van de Vara, de joop.nl, schreef ik wel stukjes. Daar heb ik trouwens ook. Waarom ben je daarmee begonnen? Ja, omdat ik het schrijven zelf ook altijd wel leuk vond. En dat ik het inderdaad wel leuk vond om mezelf ook te bemoeien met bepaalde dingen. Die ook, ja. Nou ja, dat. En dat ging me ook goed af en dat werd ook gewaardeerd. Dus ik denk dat ik 2010 of zo, 2011 daar al mee begon. En op zich wel grappig dat je Eva Braun noemt, want dat is ook mijn breuk geworden met joop.nl. Mm-hmm. Wat ik toen wel, ja, wat heb ik toen uiteindelijk gedaan? Ik heb gewoon een verhaal verzonnen over een schilderij, een naaktschilderij van Eva Braun, dat door een Duitse kunstenaar gemaakt was in opdracht van Hitler. En dus gesuggereerd dat het echt dus in de Tweede Wereldoorlog gemaakt was. En die Duitse kunstenaar had ik dus zelf verzonnen en was ik zelf met een pruik op, zeg maar weer. Maar goed, toen dacht ik van, hoe kan ik nou nog meer aandacht krijgen voor dat project? Dus toen heb ik als onder mijn eigen naam op joop.nl een heel kritisch artikel geschreven over waarom het eigenlijk toch niet deugt om Eva Braun te laten zien. Of, ja, en dat, nou ja. Goed, uiteindelijk bleek dus dat ik de persoon was achter dat personage. En daarop werd joop.nl, de hoofdredacteur, daar was hij zo niet blij mee. Dat hij dat stuk verwijderde alsnog van de site. En daar was ik weer zo chagrijnig over dat ik dacht, ik wil daar ook niet meer voor schrijven. Toen ben ik naar de Post online overgestapt, zeg maar, van Bert Brussen. Daar heb ik ook dus vervolgens nog een aantal stukjes, ook over dat hele voorval met joop.nl, toen een stukje geschreven zo, ja. Dus zo is dat een beetje begonnen inderdaad. Maar daarna is het eigenlijk uitgegroeid tot een heel, ja, autonoom project, de Nisa Murabit personage. Ja. Heb je toen ook daarmee voor Joop geschreven trouwens? Ja. Oh, ja, want kun je mij vertellen, want die
eigenaar, of ja, die baas van Joop, ja. die had het blijkbaar over dat je met Nisa Mourabi terugkwam omdat je boos was over dat voorval van Eva Braun, dat je daarvoor was weggehaald. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat, Nisa Mourabi was een Marokkaanse politicoloog die volgens mij een jaar lang of zo... al de aandacht, media aandacht naar zich toe trok als Neder-Marokkaan in de media. Ja, het is een beetje begonnen omdat ik altijd fel tegen de PVV was en Wilders en zo. En ik dacht, en ik voelde plaatsvervangende schaamte wat er steeds werd gezegd over Marokkaanse Nederlanders en hoe ze werden behandeld over het algemeen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik wil toch ook eens weten hoe dat is om zelf zo behandeld te worden. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, het beste hoe ik dat kan doen is door gewoon een personage te verzinnen en een Marokkaanse naam te geven en zo op sociale media mijn val me te laten horen over allerlei dingen. En dat was op zich al wel interessant en zo, maar toen dacht ik, ja, ik kan het eigenlijk nog wat uitgebreider doen. Ik dacht, laat ik gewoon een blog beginnen met echt hele opinies over het Marokkaan zijn in Nederland. Nou ja, joh, en dat vervolgens was de stap daarna weer dat ik toen toen dacht ik wel van, hoe kan ik dat weer tot een hoger plan tillen? En toen kwam inderdaad Joop.nl aan bod, want toen dacht ik van, nou ja, dat was er toen wel een groot platform. Nu niet meer zo, denk ik. Maar ja, waar je toch tienduizenden views en zo krijgt. Dus van, nou, als ik daar ingang krijg, dan krijg ik nog meer reactie enzovoort. Ja, en dat lukte dus ook. Dus ik stuurde wat op. En diezelfde hoofdredacteur zelf bemoeide zich er notabene nog mee. Die vond dat ik wat dingen moest aanpassen in de tekst. Dat heb ik dus ook heel braaf gedaan. En goed geluisterd. En nou ja, werd gepubliceerd. En nou ja, joh, en dat was eigenlijk de startpunt van nog een paar online platformen. En toen dacht ik, nou, weer een hoger plan was dan de kranten. Dus uiteindelijk in Trouw en Parool en de Volkskrant stukken geplaatst gekregen. En vervolgens werden op Geen Stijl en in NRC nog stukken over mijn alter ego geschreven. Dus toen had ik op een gegeven moment een beetje zo dat hele spectrum gehad. En toen dacht ik, nou ja, nou is het eigenlijk wel... Of ja, toen werd ik uiteindelijk ook uitgenodigd op mijn alter ego dus voor tv-programma's en zo. Wat eigenlijk een stapje verder zou zijn. Ja, ja, dat was dan. Maar ja, toen werd het inderdaad wel heel ingewikkeld. Want toen dacht ik, kijk, ik kan daar dan verschijnen. Maar ja, dan zie je vrij snel aan mij dat ik niet echt er Marokkaans uitzie. En ik kreeg ook wel steeds meer kritische vragen of van dat mensen die mij wilden ontmoeten. Ik dacht, ja, nu komt het wel, kan het ook maar eens zo misgaan of dat mensen echt de argwaan krijgen of zo. Nou ja, toen ben ik dus naar de correspondent gestapt en gezegd van, dit is mijn hele verhaal. En die hebben daar toen dat gepubliceerd en dat werd toen best wel groot nieuws en zo, dus ja. Maar eigenlijk heb je daar, ondanks dat het groot nieuws is geweest, heb je mij volgens mij gezegd dat, dat je niet echt erkenning hebt gekregen uit de kunstkringen met dat project. Nee, joh. Terwijl, waar denk je dat het dan lag? Dat het media met pers bezig zijn, dat het niet als een kunstvorm wordt gezien? Of, ja, dat is lastig, hè. Dat weet ik. Waar ligt het aan? Ja, ik heb wel veel, ja, op individueel vlak veel andere kunstenaars en mensen uit de kunsten veel positieve reacties trouwens gekregen daarop. Maar ja, ik weet het niet, hoor. Het was natuurlijk ook wel weer zo dat ik als, hoe zeg je dat nou, blanke Hollander me had voorgedaan als een Marokkaan. En dat ook wel de reacties was van een aantal kranten en zo, van dat het toch van opinie maakt vooral. Dat het toch eigenlijk niet deugde en dat, ja, wat nu ook wel culturele toe-eigening wordt genoemd. Mm-hmm. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Je wilde juist iets doen om de Marokkaanse mensen
te steunen, heb ik begrepen. Ja, misschien te steunen zou misschien zou dan ook weer... Het was eigenlijk vooral... Ja, dat klinkt gek. Ik vond het vooral een mooi verhaal. Eigenlijk heel basic. Maar nou, het was natuurlijk ook wel zo, dat werd duidelijk, dat media, vanuit de grote kranten vooral, er vaak heel moralistisch werd gedaan mm-hmm. over hoe slecht, of hoe... Over ja, wat dit, mag en mag, ja. wat niet mag. En, Ja, en nou bleek dus eigenlijk, doordat ze alles hadden gepubliceerd zonder wat te checken en zo, bleek ook dat ze zelf ook met bepaalde vooroordelen mm-hmm. naar Marokkanen keken. Hè. Ja. En die reacties kreeg ik trouwens ook van Marokkaanse Nederlanders terug, ook van Marokkaanse Nederlandse en Belgische journalisten, dat zij daar zelf ook veel mee te maken kregen van als het ging over islam of Marokkanen in België of Nederland, dan werden ze altijd gevraagd als journalist om daar iets over te zeggen. Terwijl ze soms gespecialiseerd waren in heel andere onderwerpen. Mm. En daar werden ze dan weer niet voor. En wat had je zelf gewild ermee te bereiken met Nisa Murabit als kunstproject? Ja, eigenlijk ook wel weer heel basic dat het steeds in mijn geval verhalen zijn waarvan ik en personages waarvan ik het echt voor elkaar wil krijgen dat men gelooft dat die mm-hmm. er staan. Om vervolgens ook weer daarna te onthullen dat ze niet bestaan. En wat wil je daar eigenlijk mee bereiken met het bedenken van verhalen en mensen laten geloven en onthullen dat het niet echt is? Wat wil je dan dat bij mensen uitlokken, ervaren? Kijk, omdat je daar is het, dat is wel de kern altijd geweest, dat grijpt dus ook weer een beetje terug op die kunstgeschiedenis, dat mensen toch vaak geneigd zijn, misschien nu wat minder ook wel trouwens, maar geneigd zijn om aan te nemen wat ze verteld wordt. En vooral in de serieuze media. Dat men er toch nog, vind ik, te vaak klakkeloos van uitgaat dat het waar is wat daar staat. En niet bedenkt dat er ook toch ook allerlei andere belangen spelen. Ook trouwens idealistische en moralistische belangen en zo. En is dat niet een beetje jouw doel geworden om dat te ontmaskeren of zo? Ja. In je sociale media campagnes? Ja, jawel. Je bedoelt nu... Ja, sowieso. Nou, wat jij zelf hebt gezegd, dat het niet altijd waar is. Ik heb het idee dat je daar heel erg tegenin gaat. Zoals met toen je met... aan de weg en zo bezig was, kritiek leverde op hoe hij werd aangepakt en zo. Ja, ik denk dat een heel goed voorbeeld is van dat mensen gewoon ook heel slecht lezen. Dat als je goed dat hele dossier van NRC erover, als je dat goed leest en die artikelen en dat goed ontleedt van wat staat hier nou eigenlijk echt, dat er dan eigenlijk vrij weinig van overblijft. En dat het, als het gaat om waarheidsvinding, dat er allemaal niet zo nauw genomen wordt, zeg maar, met wat nou echt aantoonbare feiten zijn en wat eigenlijk een enorme portie geconstrueerd en gesuggereerd en geïnsinueerd is en zo. En dan vind ik dat wel een van de pijnlijkste voorbeelden van, ja. Ja, want dat was zo'n beetje, ik weet niet of dat het begin was van je campagne tegen cancel culture of dat er ergens onderweg was. Maar uiteindelijk was jij zelfs geïnterviewd in het programma van Ajuwad over cancel culture, wat recent op tv is verschenen. En hoe is dat ontstaan en... Welke rol heeft misschien dat verhaal van Aan de Weg daarin? Ja, ik denk wel... Ja, kijk, het is natuurlijk zo... Ik ben wel al heel lang, al sinds na Nizar Murabit, na dat project heb ik natuurlijk zelf gemerkt... Kijk, joh, het is in die zin ingewikkeld dat die kranten toen...
in eerste instantie dat heel correct hebben gedaan en mij gevraagd hebben naar mijn beweegredenen. En die hebben dat nog goed opgeschreven ook. Maar daarna kwam een hele batterij aan opiniemakers bij die kranten, waarin ook van alles over mij werd gesuggereerd en ook waarin ik eigenlijk werd gecriminaliseerd voor een deel. Dus een opiniemaker in Trouw die zei van, oh, wat die toch betreurde dat het rechtssysteem in Nederland zo was dat iemand als ik vrij uitging. En niet, andere mensen suggereerden dat dat ik een identiteitsfraudeur was en een crimineel enzovoort. Dat vond ik wel zo buiten de perken eigenlijk, zeg maar. Dat ik me daarna ook wel ben gaan richten op andere kunstenaars die ook zo behandeld werden in de media. En eerlijk gezegd, tot Anderweg waren dat voornamelijk vrouwen. Een Harma Heikens bijvoorbeeld, Anna Botmer, die waren in het nieuws gekomen met heel veel. Die werden ongenadig hard aangepakt. Dat vond ik eigenlijk niet kunnen. Tinkerbell heb ik trouwens ook nog verdedigd op een gegeven moment. En eigenlijk was het dus bijna een soort reflex toen dat nieuws over Anderweg kwam, dat ik dacht, ja, dat is ook deze persoon ga ik dus verdedigen. Maar het werd al veel snel duidelijk natuurlijk dat het in zijn geval echt, ik vind dat dus nog steeds ontzettend kwalijk dat je iemand beschuldigt van strafbare feiten, hè, waar mensen jarenlang voor de gevangenis ingaan, terwijl het hele juridische proces nog eigenlijk moest beginnen. Mm-hmm. En hij nog niet eens officieel als verdachte was aangemerkt. Dus gewoon een voorsprong nemen op de uitkomst. En hij was dus in feite al veroordeeld. Ik weet in die zin wel wat af van journalistiek, dat dat ook binnen de journalistiek altijd not done was. Dat je dat, je moet ook, de schade die wordt aangericht is voor eeuwig, terwijl later misschien nog kan blijken dat dingen genuanceerder liggen of zelfs helemaal anders. Nou ja. En waar komt het denk je vandaan? Is dat begonnen dan met MeToo, dat iemand beschuldigen? Ja, ik denk dat is. Ja, MeToo is natuurlijk ook deels begonnen in de krant, in de New York Times, over Harvey Weinstein. Weinstein, ik weet het niet. Ik denk joh, dat. Ik was in eerste instantie heel erg pro-MeToo. Dat was wel bijzonder. En ik stond er. Ik had heel veel respect voor mensen die zelf naar voren durven te treden met een heel kwetsbaar verhaal eigenlijk en zo. En mensen die het niet langer pikten. Ik stond daar helemaal achter. Maar ik heb pas later het toch ingezien dat dat ook enorm veel schade kan aanrichten. Mm-hmm. Die dus ook onherstelbaar is. Ik ben daar vervolgens dus heel anders over gaan denken. Maar ja, zoals ik het ook zie hoor, in de journalistiek moet het altijd gaan over waarheidsvinding. En het moet ook altijd gaan over een evenwichtig beeld scheppen van de situatie, zeg maar. Dus dat je niet als krant een kant kiest, of als journalist. En met al die verhalen over grensoverschrijdend gedrag hoor je steeds maar één kant van het verhaal. Mm-hmm. En dat, ja. Ja, dus denk ik dat het uiteindelijk niet past binnen de journalistiek. Want wat hoor je dan? Je hoort dus die ene kant van het verhaal. En bent eigenlijk als lezer, als nieuwsconsument, nog niks verder. Eigenlijk weet je dan volgens mij steeds niet hoe het nou precies zit. Want je mist dus dat andere stuk. Ja. Dus ja. En we hadden het net al over MeToo en dat je dat eigenlijk in het begin steunde en zelf in je kunst treed je vaak ook als vrouw op. Is dat een feministische overweging of hoe kijk je tegen feminisme? Ja, ik denk dat het wel zo begonnen is. Ik heb dus eerst een kunstenaar verzonnen
die in verband met David Hockney dus en zo. En daarna dacht ik van, wat is nou een leuke volgende stap? En toen dacht ik, een kunstenaarscollectief. En ik noemde dat dan Ultra Pop Art. En dat was een, hoe zeg je dat? Het idee erachter was dat pop art de bedoeling had om maatschappijkritisch te zijn tegen de consumentisme en zo. En deze stroming had dan als idee van ja, eigenlijk was pop art nog veel te lief. En eigenlijk verheerlijken ze het ergens op een bepaald moment ook weer, die consumptiecultuur. Dus dit was een beetje de agressieve versie daarvan. Ja, maar toen dacht ik van ja, ik vond het leuk om een collectief dus te maken. En we staan uit 5 personen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het wel saai om daar 5 mannen van te maken. Mm-hmm. Dus daar is het eigenlijk begonnen dat ik ook een vrouw bedacht heb. En mezelf ook zo afgebeeld heb. En dat is later in latere projecten steeds weer teruggekomen. Dat ik dacht, ja, het kan ook in de kerk van Nelly zitten een aantal vrouwen. Omdat ik denk, ja, ik weet niet of dat per se, ja, dat is dus misschien ten diepste iets feministisch om te zeggen van ja, je moet... Ja, eigenlijk wel, want ja. Je voegt de vrouw toe, omdat je, ja. Je vindt dat het mist. Dus ja. Je voelt wel een belang ervan. Ja, maar zeker dat, wel. Dat speelt wel een rol. Ja, ja jawel. Ja, dat, ja, ik heb dat trouwens ook inderdaad wel vaker gedaan, inderdaad. Ja. Inderdaad, vanuit het idee van het moet niet alleen maar een mannenbolwerk zijn. Dus, ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld ja, het soort onderwerpen waar je mee werkt, vind ik best wel feministisch ergens. Maar goed, ik haal feminisme en ik denk in ja, sociale vraagstukken en feminisme en engagement een beetje door elkaar, denk ik, af en toe. Maar ja, waar ik zelf achter kwam, dus toen ik met die interviews begon, omdat ik interviews wilde maken met feministische kunstenaars, maar de kunstenaars waarmee ik gesprekken had, die ik feministisch vond, die worstelden zelf met die term. Ja. En die vonden zichzelf misschien helemaal niet feministisch, of die wisten niet wat ze ermee aan moeten. Ik heb me bedacht dat... De hele geschiedenis wordt op die manier vormgegeven. Dat achteraf als feminisme wordt erkend van, oh ja, het was in de jaren 60, 70 of zo. En dan worden al die vrouwelijke kunstenaars onder gepropt die misschien helemaal niet feministisch waren. Daarom probeer ik er zelf naar te zoeken. Maar ja, dus niet specifiek zoiets van, ik ben een feminist en dit is... Waarom ik sociale vraagstukken onderzoek in mijn werk en zo. Nou, misschien dan niet inderdaad zo heel bewust. Maar ik denk wel... hoe moet dat nou uitleggen? Ik denk wel dat ik wel op de kunstacademie in ieder geval nog... een beetje dat naïeve beeld had... He, dat het in de kunst, net als misschien in de sport en zo, gaat het niet om hoe je eruit ziet of je achtergronden of je, seksualiteit of gender of zo, maar om wat je kan en of je iets interessants kan of een prestatie kan leveren, zeg maar. En dat, nou ja, ik ben daar inmiddels misschien een beetje anders over gaan denken, omdat dat misschien wel een naïef idee is. Ik denk wel, ja, wat ik laatst natuurlijk ook wel weer hoorde, is dat vrouwen over het algemeen minder betaald worden voor hun kunst. En ook minder vertegenwoordigd zijn op de kunstmarkt en zo. De musea en galeries en zo. Ja, wat op zich ook wel weer gek is, omdat het merendeel van de kunststudenten vrouw is. Dus het is een beetje, ja... Ja, weet je, ik vind het lastige vind ik, dus dat het enerzijds niet eerlijk is, maar dat het ook, dat ik ook heel erg overtuigd ben van het idee dat je dat niet op een kunstmatige manier moet gaan beïnvloeden. Mm-hmm. En dat ik ook heel sterk tegen positieve discriminatie ben.
Maar denk je dat het dan afdoet aan het werk, dat de kwaliteit dan slechter wordt, omdat er gewoon willekeurige vrouwen dan worden gezocht en niet per se mensen die heel goed zijn of iets toe te voegen hebben aan de kunst? Nou, ik denk wel dat dat ligt, dat is misschien niet per definitie zo, maar dat ligt dan wel op de loer. Mm-hmm. Dat vind ik zelf wel super jammer, dat je dan inderdaad kunstenaars gaat beoordelen op hun uiterlijk toch eigenlijk ook, en hun, maar niet op hun werk. En ik heb dat zelf meegemaakt, dus niet zo lang geleden op mijn oude kunstacademie, waar ik werd gevraagd om gastlessen te gaan geven in eerste instantie. En vervolgens eigenlijk afgeserveerd werd met het standpunt dat men daar aan een vrouwenquote moest voldoen. En dat dus niet voor mij werd gekozen, maar voor een vrouw. En toen dacht ik van, dat is in wezen respectloos naar zowel mij als die vrouw die straks wel die gastlessen mag geven. Omdat het dus totaal niet gaat over wat wij allebei hebben gemaakt of gezegd of geschreven of zo. Maar puur om onze geslachtskenmerken. Dat is het enige. En het is uiteindelijk ook, kijk, als je consequent wil zijn, dan moet je dus eigenlijk de exacte vrouwelijke equivalent vinden van mijzelf. Iemand die dus precies hetzelfde gedaan heeft en gezegd als ik. Nou, maar die vind je natuurlijk niet. En andersom ook niet. Dus nou. Ja. Nou. Ja, dat is wel bizar. Ja, en het is denk ik ook niet een goed signaal naar die studenten zelfs nog. En die krijgen dan niet mijn ideeën en wat ik gedaan heb, maar die van een ander, omdat dat moet, volgens een heel raar idee over quota. Ja. Ja. Ja, dan vraag ik me af of ze dan een, inderdaad, ging het om jou of waar ging het om inderdaad? Ja. Ze kunnen wel een vrouwelijke kunstenaar nemen die dan met andere dingen bezig is of inderdaad misschien zelfs met dezelfde dingen, maar... Ja. Ja, op zich. Ik denk dat er ook een verschil is over hoe mannen en vrouwen kunst maken, naar kunst kijken. Ja. Door onze belevingswereld. Van hoe we worden natuurlijk, je bent natuurlijk niet zomaar man-vrouw. Je wordt zo bij geboorte gekeurd of je man of vrouw bent. Maar je wordt ook gesocialiseerd natuurlijk als man en vrouw. En je hebt heel veel dingen meegemaakt in je leven als man of vrouw. Die ook jou vormen en hoe je over dingen denkt. Bijvoorbeeld, ik maak kunst over het huishouden en over het moederschap. Ja, ja. En dat kan jij niet doen, want het zou geen moederschap zijn in jouw geval. Dus vaderschap, weet je, dat... Ik denk niet dat het dezelfde is, want ik zie dat ook in mijn eigen gezin, dat mijn dochter toch op een andere manier omgaat met papa en met mama. Ja. En andere gedragingen heeft en ook misschien anders over denkt. Ook al houdt ze van iedereen, denk ik, maar toch heb je zo'n voorkeur en zo. Ja, jawel. Dus... Wat ze willen is natuurlijk, maar ik vraag me ook af in hoeverre is dat oprecht dat ze die vrouwelijke blik willen. Of ja, is dat een quota, is natuurlijk niet per se oprecht. Nee. En dat vind ik ook een probleem, weet je. Het liefst zie ik dat het oprecht is, maar het wordt zo dwangmatig ik denk dat worden mee opgezadeld van je moet de vrouwenquota's, moet inclusiviteit, diversiteit, maar als dat nou niet in je netwerk zit. Nee, en inderdaad, en dat vind ik dan ook weer raken aan die autonomie en zo. Dat je toch, ja, hoe zeg je dat? Ik weet trouwens ook niet, misschien is dat toch weer een beetje die oude naïviteit van mij. Dat ik, of ik nou zo sterk geloof in een hele sterke scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke karakters en belevenissen en zo. En of je als vrouw nou echt fundamenteel anders kunst maakt en beleeft als een man.
Volgens mij valt niet per se. Ja. Ik denk heel veel. Ik heb me dat wel eens afgevraagd. Want ik ging letterlijk naar Art Rotterdam en ik ging zoeken naar een kunstwerk waarvan ik kon zien dat het door een vrouw gemaakt is. Ja. En eigenlijk zie je dat niet. En ik heb maar één kunstwerk gevonden waarvan ik dat kon zien. Ja. En dat vond ik best wel ingrijpend. Ik dacht van, ja, waarom durven die vrouwen eigenlijk niet ervoor uit te komen? En heb ik ook in mijn eigen kunst, dat zoals ik zei, ik ben bezig met het huishouden en het moederschap. En ja, hoe heeft dat een plek in de kunstwereld? En dat is misschien nu zijn er mensen, meer mensen die ermee bezig zijn. Maar eigenlijk zit daar niemand op te wachten. Omdat het zo'n verschrikkelijk minderwaardige stempel heeft. En het is ongewaardeerd. En daarom is het ook een feministische issue om daarmee bezig te zijn. Ja. Maar eigenlijk zit ook niemand te wachten op feministen. Want ik heb ook letterlijk ooit een curator gevraagd van, goh, wat vind je van feminisme, wat moet ik ermee? Hij zei, laat het, want jij moet abstract zijn. En dat heb ik van meerdere mensen gehoord. Van feminisme, als je ermee identificeert als kunstenaar, dat is gewoon, dat wil niemand, daar dus mee zijn mensen bang voor. En, vanuit dan de gedachte dat het te... Terwijl er zijn vrouwenquota's, dus ik denk het is ook zo tegenstrijdig van wat hebben we nou bereikt met dat feminisme, als dat zo dramatisch is en helemaal niet oprecht. En eigenlijk is helemaal niemand geïnteresseerd nog steeds in vrouwen. Nee, dat is, ja, ik denk, ik moet wel meteen denken trouwens aan voorbeelden uit geschiedenis ook van vrouwelijke kunstenaars die ook kunst hebben gemaakt over, ik denk bijvoorbeeld aan Frida Kahlo bijvoorbeeld al. En ja, die had dan natuurlijk een, ja, die verloor haar kind natuurlijk vooral. Natuurlijk echt dat ik dat nou net niet weet. Ja, die verloor haar kind door het ongeluk, toch? Toen was ze nog niet geboren. Ik weet het niet. Nee. Ik wist helemaal niet dat ze een kind had. Ja, nou, ga ik meteen helemaal twijfelen. Maar in ieder geval heeft ze wel heel veel werk gemaakt over ook foetussen en over haar baarmoeder, eierstok en al dat toestanden en zo. Dus ja, er zijn natuurlijk wel meer voorbeelden van vrouwen die dat doen, maar misschien is feminisme dan weer te politiek of zo, dat men daarom het weer niet ziet zitten of zo, maar tegenwoordig. Of dat het niet genoeg multi-interpretabel is of zo. Maar dat weet ik niet. Ik kan die vraag aan mij stellen. Ik kan dat alleen beantwoorden als dat we in een postfeministische maatschappij leven. En ik heb het idee dat postfeminisme voor sommige vrouwen al begon honderden jaren voordat feminisme is ontstaan. Ja. Want zeg maar, vrouwen van adel die konden wat eerder lezen, schrijven en kregen onderwijs en dat soort dingen. En ik denk dat voor hun ook, hun ook werd gezegd van, ja, laat het, het is niet belangrijk genoeg. En dat is eigenlijk wat er steeds, elke generatie feministen die bezig is, die krijgt elke keer te horen van later de suffragettes en de Tweede Golf en nu ook wat er nog bestaat. Ja. Maar wij krijgen altijd te horen, later het, hebben we nog feminisme nodig? Waarom denk je dat? En dat soort dingen. Ja. Dus het is gewoon helemaal niet oprecht en tegenstrijdig wat feminisme dan voor elkaar heeft gekregen. En eigenlijk helemaal niks voor elkaar gekregen tegelijk. Ja, ja, dat, ja, ik denk dat je, ik weet niet of je dat ook bedoelt, maar dat je nu rond het transgender issue ook weer een beetje een feministische stroming hebt die zegt, nu komen vrouwenrechten weer juist weer in gedrang. En dat mag dan ook weer niet, of die hebben al hun kans gehad of zo. Is dan misschien ja, ik zit er anders in. Ik zit eigenlijk niet in dat debat. Ik vind wel dat, omdat de queerfeministen hard schreeuwen, zij krijgen de aandacht en dan wordt weer de vrouwenkwestie soort van onder het tapijtje geschoven van, ja, je hebt je tijd gehad en nu moet je even, ja, sorry, we hebben het niet over je, ik ben even niet belangrijk. Dus nu alleen maar als je queer bent, als je non-binair bent en als je gehandicapt bent op
ziek, weet ik veel, alle manieren, dat mag je gebruiken, daar mag je over praten, maar we zijn niet geïnteresseerd in dat je gewoon vrouw bent. Ja. En zeker niet als je blanke vrouw bent. Ja. En ja, dat vind ik best wel kwalijk. Niet dat ik queer en trans mensen onbelangrijk vind, want zij hebben ook hun strijd. En natuurlijk moet je daarvoor uitkomen, maar dan denk ik van de enige oplossing zou zijn, is dat gewone vrouwen die te gewoon zijn om nog mee te tellen, die moeten ook voor zichzelf opkomen. En dat is juist waar dat postfeminisme in komt te spelen, dat het echt weg is van dit is helemaal niet belangrijk meer. Hou je mond en doe er niks mee. En dat is nog steeds dus in mijn ogen waarom we feminisme nodig hebben. Het is natuurlijk ergens inderdaad wel tragisch dat het dan toch steeds weer opnieuw nog nodig is, inderdaad, die strijd. Ja, het is gewoon eigenlijk nog niet klaar, vind ik. Want ik riep ook toen als femmen, werd er mij gevraagd waarom heeft Nederland nog feminisme nodig. Ik zei van ja, maar op het moment dat het gaat over jouw vrouw zijn, dus op het moment dat je kinderen krijgt, dus zeg maar dat dat ineens een rol gaat spelen, jouw geslacht en jouw rol binnen het gezin en zo. Dat je wel je er tegenaan loopt dat je bijvoorbeeld niet meer een fulltime baan kan hebben of je carrière komt tot een stilstand, omdat je vaak het is niet alleen dat je dat wil, maar het moet eigenlijk bijna dat je dat rol als moeder naar je toe trekt en naar een parttime baan gaat, zodat je voor je kinderen gaat zorgen, terwijl dat voor de man niet op dezelfde manier meespeelt. Die hebben toch wat meer vrijheid en zo. Ja. Dus op het moment dat zeg maar je kinderen krijgt, dan kom je dan toch tegen die feministische kwesties. Ja. En Anja Meulenbelt heeft er laatst ook, ze heeft een boek geschreven over het moederschap als vergeten feministische kwestie, die ze zogenaamd hebben laten liggen. Ja. En dat daar nog daar nog feminisme eigenlijk heel actueel en nodig is. Ja, omdat men toch dan dat het lastig is, ik heb zelf inderdaad geen kinderen nog, zo, geen gezin. Dus dat is inderdaad lastig voor mezelf in te plaatsen. Maar als ik dat dan goed begrijp, vervalt men toch nog steeds weer terug in de oude rolpatronen van vroeger. Ja, best wel, vind ik. Ik denk dat mensen daar heel erg mee worstelen, want het is toch... Dat doe ik trouwens ook denken aan dat ik dat laatst nog van een vrouwelijke kunstenaar hoorde, die ook moeder was geworden, die zei van eigenlijk is het ook, mag het ook eigenlijk niet meer dat je graag, dat je kiest inderdaad voor moederschap en een misschien inderdaad wat meer traditionele rol als huisvrouw en moeder, dat schijnt ook dan bijna niet meer te mogen, want dan ben je niet genoeg. Nou, het mag wel, maar dan tel je niet mee. Terwijl dat inderdaad, of misschien bedoelt Meulenbelt dat ook, of niet, ik weet niet. Ik weet het niet, ik heb dat boek nog niet gelezen, dus ik weet niet precies. Ik heb een interview over dat boek gelezen, dus ik heb een klein inkijk. Maar mag ik je een laatste vraag stellen, want we zijn al een uurtje aan het praten. Kijk. Dus om het af te sluiten, als je jouw dat kunstpraktijk met media en pers, zoals Nisa Moerabit, als jij dat een naam kon geven van een beweging in de kunst of iets, hoe zou je dat noemen? Of kun je een richting geven hoe we moeten denken over zo'n richting in de kunst? Ja, dat is natuurlijk... Ja, misschien zoals jij het hebt gedaan van verhalen vertellen die er niet zijn. Ja, ik denk wel, misschien is het, ik vind dat inderdaad lastig in een richting. Ik denk wel dat ik zo uniek ben. Ik denk wel dat ik dat natuurlijk inderdaad op een andere manier aanpak dan veel andere kunstenaars. Mm. En dat het inderdaad bij mij verhalen en personen zijn die
nogal uitgebreid kunnen worden. En waarbij ik eigenlijk alle mogelijkheden die er zijn binnen de kunst ook gebruik om dat verhaal te laten zien en te gaan laten leven en zo. En ja, wat ik wel leuk vind daaraan zelf is dat ik echt de gekste dingen doe waarvan ik toen ik op de kunstacademie zat helemaal niet dacht dat ik dat kon. En dat ik zelfs met, weet ik het, met sieraden, juwelen, kleding, logo's en van alles bezig ben, maquettes en zo. Ja, in die zin, ja, misschien vind ik het inderdaad wel lastig in te, hoe heet het, in te delen in een specifieke beweging of misschien het beste nadat het dan nog conceptuele kunst, maar ja. Ik bedoel, als je het als een beweging zou zien, wat jij doet met media, ja, hoe zou je dat noemen? Oké, okay. Oh, ja, dan weet ik misschien toch niet helemaal wat je bedoelt met de... Nou, bijvoorbeeld als we Nisa Murabit nemen als een voorbeeld van een kunstbeweging. Ja. Van, ja, het is een kunstproject in de pers. Ja. Ja. Hoe zou je dat noemen? Ja, daar kom ik inderdaad niet helemaal... Ja. Ja, ik weet niet of mediakunst... Ja, ik weet niet of dat... Het is ook niet, kijk, media is altijd wel een vehikel geweest, zeg maar, om een personage nog meer te laten leven. Mm-hmm. Maar het is niet altijd, eigenlijk nu ook niet, met mijn Kerk van Elias project, is dat ook niet een doel op zich. Dat is toch, ja, toch inderdaad het verhaal zelf en de personages. Het gaat wel over klimaat en zo, dat wel weer. Maar ja... Ik denk dat maar ik het gaat eigenlijk niet over de media, dus dan is er ook geen noodzaak om een beweging van te maken. Nee, nou ja, dat is inderdaad, ik heb het wel altijd super interessant gevonden en ik ben wel met ideeën bezig om het nog in de media te brengen. Mm-hmm. Maar dat, nu heb ik nog niet echt een idee van hoe dat eruit ziet. En ja, dat is natuurlijk ook niet altijd eenvoudig. Ik heb wel eens het idee dat het wel moeilijk, dat ik het nu moeilijker vind om makkelijk ingang te vinden bij media. Misschien wel omdat men toch kritischer is geworden of zo. Maar ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik bedoel wel als mezelf dus, maar niet als niet op een indirecte, leugenachtige manier. Dat, ja. Maar ik weet trouwens niet of ik dat moeilijker vind, want ik probeer dat dus niet meer zozeer als eerst. Ja. Ik denk dat ik hier inderdaad toch niet helemaal... Dat ik zelf ook niet per se denk in over mijn eigen werk van hoe moet ik dat precies indelen. Ja. Dat ik inderdaad altijd wel bezig ben met van hoe kan ik me juist onderscheiden van anderen en zo. Maar zie je het niet zitten om echt... de pers, dat element van jou, dat je in de krant en op tv wil komen, om dat niet als een kunstmedium te gebruiken. Ja, want dat doe je eigenlijk al. Ja, maar eigenlijk heb ik het juist altijd zo ook bekeken en zelf in de media komen. Dat is niet, ook niet, ja, dat is, geldt ook wel weer als katalysator voor mijn werk, maar kijk, zo moet ik het misschien ook wel zeggen, dat ik natuurlijk met Nisar Murabit, dat ik daar zoveel kranten mee heb kunnen halen en zoveel andere media ook, in binnen- en buitenland. Ja, dat de uitdaging voor mij om dat nou weer helemaal overnieuw te gaan doen, dat die er ook niet meer zo is. Oh ja. Dat klinkt bijna arrogant, maar dat is dus gewoon... Ja, dat zou toch weer een herhaling van zetten zijn of zo. Oké, dus dat is eigenlijk een autonoom project, ja, los op zichzelf staand. Jawel, ik blijf wel altijd nog bezig met het idee van hoe kan ik mijn verzonnen verhalen nog meer laten leven. En dus nog steeds wel het idee, maar ja, dat is niet prioriteit meer of zo. Dat, ja... Ja, ik blijf wel altijd
dat blijf ik wel nog doen natuurlijk, dat ik ook wel belangrijk vind om als kunstenaar ook te laten weten of te laten merken in media dat er nogal veel wordt gezegd over kunstenaars, maar dat lang niet alle kunstenaars daar zo in staan. Ook als het gaat dus inderdaad over woke en cancelcultuur, dat soort, of überhaupt een hele vrij extreem linkse beeld wat er is van kunst. Dat er ook heus kunstenaars zijn die daar of helemaal niet mee bezig zijn, of daar heel anders naar kijken. Mm-hmm. Dus ja, dat vind ik toch ook wel belangrijk om te blijven verkondigen, zeg maar. Wil je dat als laatste meegeven? Ja, dat ik dat ook wel, dat men wel vaker van mij zal horen, dat ik daar wel mijn best voor doe. Oké, okay. Ja. Dankjewel, ja. Nero. Yes. Jij ook.